vragen, oké, welke factoren beïnvloeden dan dat gevoel waarmee je uit je bed stapt? En ja, natuurlijk, dat heeft te maken met wat heb je de avond ervoor gedaan, wat heb je gegeten, wat heb je gedronken. Hoe lang heb je geslapen? Hoe goed heb je geslapen? Vooruit, met wie heb je geslapen? Maar zeker ook, wat gaat die dag brengen? En al die factoren, dat is volgens mij waar het om draait als het gaat over hoe krijg je het voor elkaar om je energie door de tijd heen goed eigenlijk te kanaliseren. Zodat je straks als je oud en krakkemikkig bent, nou krakkemikkig dan niet, maar nog steeds gewoon goed je dingen kan doen. En dan kom je uiteindelijk tot de kern. En dat is wat ik eigenlijk vitaal presteren noem volgens het principe van de vier batterijen. Dat er eigenlijk gewoon vier batterijen zijn waaruit je je energie kan halen. En die vier zijn eigenlijk hierachter geprojecteerd. En hoe je het ook bent of keert, je kan eigenlijk alles kan je in één van die vier batterijtjes maken. Wat zou deze batterij zijn? Het is een beetje zweverig misschien, ik help je. De spirituele batterij. Alleen spiritualiteit vinden sommige mensen zweverig, maar haal de laatste letters eraf, dan hou je spirit over. Dan praat je over drive, over zingeving, en dan beklijft het vaak wel veel meer. En dat is gewoon eigenlijk de vraag, why do we do what we do? Waarom zitten jullie hier vanmiddag?